Yo mensen van Noor Gamen, leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe episode van Survive Island. Ik heb er weer zin in, ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Dus ja, we gaan lekker verder met deze serie, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vandaag heb ik een nieuwe headset met een nieuwe microfoon eraan. En ik ben even benieuwd naar jullie mening over deze headset, of eigenlijk over het geluid van deze headset. Laat hier beneden even in de comments weten welk geluid jullie beter vonden. Vonden jullie het geluid van de vorige mic beter, zodat ik die weer moet gaan gebruiken? Of vinden jullie het geluid van deze headset beter, zodat ik deze headset kan blijven gebruiken? Persoonlijk heb ik het idee dat deze mic iets beter is, omdat er minder ruis op de achtergrond te horen is. Eigenlijk helemaal geen ruis, dus dat is pittig goed. Maar ja, het is natuurlijk, jullie zijn de kijkers. Ik maak de video's voor jullie, dus ik wil even jullie mening erover weten. Welk geluid vinden jullie beter klinken? Welk geluid vinden jullie fijner klinken? Laat het me hier beneden even weten in de comments, dan weet ik welke headset of welk... Ja, de headset kan ik natuurlijk wel gewoon gebruiken voor het geluid. Alleen, dan weet ik of ik mijn externe microfoon moet gebruiken. Dus ook een externe microfoon. Maar of ik de microfoon moet gebruiken die ik daarop staan, zeg maar. Dat standaard microfoon waar zeg maar geen headset bij zit. Of dat ik deze microfoon moet gebruiken die aan de headset vast zit. Het enige voordeel wat wel aan deze headset heel erg chill is, is dat ik nu die mic niet bij mijn toetsenbord heb liggen. Dus ik heb niet de hele tijd dat gezeik dat ik dus tegen mijn mic aantik. Nu kan ik gewoon bij wijze van spreken even naar de andere kant van de kamer lopen. En jullie horen mij gewoon goed. Dat is een groot voordeel. Maar ik ben benieuwd naar jullie mening. Laat het hier beneden weten in de comments. En dan weet ik welke microfoon ik moet blijven gebruiken. In ieder geval, vandaag gaan we lekker verder met Survivor Island. Op dit moment heb ik de headset niet op voor de mensen die denken waarom niet, dan kan ik mijn cap niet op hebben. En ik ben Job van Doemer Game en Job van Doemer Game heeft altijd de cap op. En voor de rest kan ik me beter concentreren zonder Minecraft geluid. Jullie horen het Minecraft geluid uiteraard wel, want ja, jullie hoeven je niet te concentreren op je game. Jullie kijken deze video gewoon, dat is natuurlijk wat jullie doen als kijkers. Ik doe hem even iets te niet naar beneden. Ik weet namelijk niet hoe hard jullie me anders hebben gehoord de hele tijd. Want ik heb het idee dat ik best wel hard aan het schreeuwen was. En dat moet natuurlijk niet verkeerd uitlopen. Oké, wat ik vandaag wil gaan doen is het volgende. Ik wil eerst even iemand in de Book of Fame gaan zetten voordat ik dat vergeet. Want ik ben echt iemand die dat altijd aan het eind van de episode wil gaan doen. Maar ik vergeet het altijd. En dat is Jordi Nieuwenhuis. En ik heb het idee dat ik hem al erin heb gezet, of niet? Nee, Nieuwenhuis. Jordi Nieuwenhuis heeft namelijk een leuke reactie achtergelaten op de English Dutchman video. En op de Survivor Island video. En ja, dat zie ik gewoon als de hardcore DMG'ers. En die komen gewoon in de Book of Fame. Uiteraard heb je als een normale kijker, dus zeg maar als iemand die gewoon één keer in de week mijn video's kijkt bijvoorbeeld, heb je ook de kans om in de Book of Fame te komen. Alleen op een of andere manier zet ik sneller iemand in de Book of Fame die ik bij elke video zie staan, dan dat ik iemand in de Book of Fame zie die ik bij één video heb zien staan. In ieder geval, wat hebben wij de vorige video gedaan? De vorige video hebben wij natuurlijk het museum verder gebouwd. En ik heb deze keer niet in het begin van de video gezegd, omdat jullie anders hadden gedacht van, hey Job, wat heb je voor aparte mic? Of wat heb je een nieuwe mic? Of heb je beter geluid? Daarom ga ik het nu even zeggen. Ik zou het heel erg waarderen als jullie even op dat groene duimpje klikken. Waarom? Omdat we de vorige episode de 1000 duimpjes niet hebben gehaald. Nu hoor ik jullie denken, Job, waarom hebben we dat niet gehaald? Normaal had de DMG Army toch altijd de 1000 duimpjes? Nou, gisteren was het dus 5 december. Met andere woorden, gisteren was het pakjesavond. En zelfs ik kon al bijna geen Survivor Island maken. Dus er waren ook heel veel mensen die geen tijd hadden om het te kijken. Dus ik weet dat 50%. Dus dat is ongeveer ook, er waren 600 likes. Dus 50% van de mensen die normaal gesproken wel like, die heeft dat gisteren niet gedaan. Omdat ze bij familie waren voor pakjesavond. Dus dat is de reden waarom er gisteren niet zoveel likes waren. Daarom hoop ik dat we deze keer wel lekker veel likes kunnen halen. Het is chill zijn als we de 2000 likes halen. Bedoel de 1500 likes, 2000 is een beetje overdreven. Het zou natuurlijk fucking episch zijn. Maar dat is wel heel erg vergezocht. In ieder geval, wat gaan we vandaag doen? Ik zit eraan te denken om weer even lekker te gaan minen. Want we hebben de vorige video natuurlijk zijn we bezig gaan met het museum. En het lijkt me wel een leuk idee om gewoon wat afwisselingen in de episodes te brengen. Ik denk dat jullie dat ook leuker vinden. Dat we bijvoorbeeld de ene episode gaan minen en de andere episode gaan we dat doen. En wat mij een best wel goed idee leek, is als we hier, dus zeg maar hier zie je bijvoorbeeld dit ja. Als we dit weghalen zo. En als we hier een nieuwe mine gaan maken. Voor de mensen die denken waarom. Nou, dat lijkt mij een goed idee. Want we hebben natuurlijk die mine hier onder aan ons huis. Alleen die hebben we al heel erg ver gebruikt. Dus daar hebben we niet meer veel aan. Want dan val je... Wacht, dan is het denk ik een beetje... Is dat mijn Silk Touch pickaxe? Ja, dat is mijn Silk Touch pickaxe. Ik heb gewoon 3 fucking diamond pickaxes. Hè? Dat is echt sick. Maar ze hebben allemaal geen goede enchantments. Komt gewoon door omdat ik nooit geluk heb met enchanten. Tenminste, de vorige episode had ik... niet de vorige episode, maar die episode daarvoor. Had ik best wel een goede enchantment kunnen krijgen. Alleen ik was gewoon te snel. Ik had gewoon even rustig aan moeten doen. Dan had ik kans gehad op een hele goede enchantment. Heb ik niet gedaan. Dus dat is gewoon echt mijn eigen schuld. Ik heb namelijk niet goed gelezen van wat ik aanklikte. Ik dacht, hey, ik zie de F van Fortune. Heb ik aangeklikt. Maar dat was de F van Efficiency 4. Welke pickaxe zullen we gaan gebruiken? Het lijkt mij persoonlijk een goed idee om deze even weg te leggen. Dat is namelijk Silk Touch. Dat kunnen we beter gebruiken voor oors. Bijvoorbeeld zoals Diamond Ore of zo. Voor als we ooit nog Fortune krijgen. Een Waking is wel chill. Maar Efficiency 4 ook. Als we deze nou bij elkaar kunnen doen, zou helemaal epic zijn. Nou, ik denk dat ik even ga beginnen met Efficiency 4. Oh, dat gaat zo lekker snel, hè. Daar kan ik wel weer blij van worden, moet ik eerlijk toegeven.
Daar hou ik wel van. Dan kunnen we hier even een soort van nieuwe mine creëren. En die kunnen we pittig mooi maken, denk ik. Als we nou gewoon even ervoor zorgen dat we het uiteindelijk even mooi gaan maken met hout. Nou, dat hoeft eigenlijk ook niet per se. Ik denk dat het een beetje nutteloos is. Maar het lijkt me wel een goed idee om even in ieder geval even twee torches zo neer te zetten. Zodat we in ieder geval weten dat hier een mine is van ons. Misschien vinden we deze episode wat diamonds. Ik krijg regelmatig... trouwens, ik ben naar de kapper geweest. Hey. We zijn waarschijnlijk veel mensen die dachten... Hey, Job, wat heb je met je haar gedaan? Ik ben dus naar de kapper geweest. Alweer. Ik ben 3 weken geleden ook al geweest. Toen heb ik het te lang gelaten. En dat was niet de bedoeling. Dus bij deze heb ik het weer even... Oh, dat hoorden jullie, die klap. Bij deze heb ik het weer even wat korter gedaan. Omdat ik dat persoonlijk wat fijner vind. Het hangt nu niet meer zo heel erg in mijn ogen. Ik vind het persoonlijk ook mooier. Jullie mogen natuurlijk altijd je mening achterlaten hier beneden in de comments. Kijk, ik vind het mooi. En dat is een van de dingen die ik persoonlijk het belangrijkst vind. Als je, dat je naar de kapper gaat, dat je het zelf mooi vindt. En dat is het eigenlijk. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat is jullie haarstijl? En nu is het misschien raar om te vragen... Maar gewoon, weet je, het is wel leuk om gewoon eens te weten van... Wat is nou tegenwoordig? Wat hebben nou de meeste meiden en jongens tegenwoordig voor haarstijl? Zijn het krullen? Zijn het opscheertjes? Is het half lang bijvoorbeeld? Tegenwoordig zie ik steeds minder jongens met half lang haar. Dat is echt heel apart. Vroeger was dat echt gewoon in. Dan zag je echt... Of nou, het kan nog steeds wel in zijn. Alleen ik zie minder mensen met half lang haar lopen. Tenminste, dit kun je niet half lang noemen, weet je. Het is gewoon niet kort, maar het is ook niet echt lang of zo. Maar het is gewoon, mijn haar. Om het even zo te zeggen. Maar ik zie nu vaker van die opscheertjes. Dat ze zeg maar dit kort hebben. En dat dit iets langer is. En dat doen ze dan naar de zijkant. Mijn vriend Ismael heeft het ook. Persoonlijk vind ik het wel vet staan. Maar het moet je wel echt staan. Bij mij zou het dus echt nooit staan. Ik heb vroeger ook kort haar gehad. Geloof het of niet. Maar ik ben meer een iets langer haar mens. Ik weet niet hoe dat zit. Maar dat is persoonlijk wat fijner naar mijn mening. En hoe chill is. Ik kan nu gewoon helemaal achteruit leunen. Weet je. Dat is wel voordeel aan een microfoon zeg maar. Die aan je headset zit. Dat ik nu zeg maar niet de hele tijd zo moet blijven. Dat had je dat probleem had ik dus altijd. Dat ik dus niet zeg maar op een bepaalde manier kon zitten. Dat is echt pittig vervelend. Nou, iron. Dat is ook nooit verkeerd om te hebben. Iron is namelijk ook altijd heel erg chill. Ja, wel jammer dat je aan een fortune pickaxe, met een fortune pickaxe, heb je niks aan iron. Dat heeft er namelijk mee te maken omdat iron zeg maar een oor is. Ja, natuurlijk is bijvoorbeeld diamonds ook een oor. Alleen als je dat kapot maakt, dan krijg je zeg maar niet dit. Dan krijg je zeg maar wel diamond oor. Alleen dan zeg maar niet in het blok zelf. Dan krijg je het zeg maar als een edelsteen, om het even zo te zeggen. En daarom kun je daar wel fortune op gebruiken. Dus dat is pittig chill. Dat is pittig chill. Maar nee, in ieder geval. Laat hier beneden even weten in de comments welke microfoon jullie fijner vinden klinken. Welke jullie liever hebben. Hebben jullie liever de externe microfoon? Dit is ook een externe microfoon, maar ik bedoel jullie snappen wat ik bedoel. Hebben jullie liever mijn oude microfoon? Of vinden jullie dit beter? Kijk, persoonlijk heb ik eigenlijk geen idee. Ik vind het allebei een hele goede mix. Alleen deze heeft minder ruis. En die andere klinkt wat zachter. Deze klinkt iets luider. Maar het is helemaal jullie... jullie mogen het van mij beslissen. Ik bedoel, als ik deze headset niet gebruik voor de mic... gebruik ik hem gewoon voor in mijn vrije tijd als ik even een muziekje opzet. Want daar is deze wel weer lekker voor. Maar dat is dus gewoon even mijn vraag aan jullie. Laat hier beneden weten in de comments wat jullie het liefst willen. Welke headset ik gebruik. Mij interesseert het eigenlijk persoonlijk niet heel veel. Het gaat mij er gewoon om dat jullie kunnen genieten van optimaal geluid. En that's it eigenlijk. Dat is het enige wat ik wil. Dat jullie de video's leuk vinden. En dat ik er natuurlijk plezier aan heb om de video's te maken. Dat is ook heel belangrijk. En dat heb ik elke keer weer. Want ik vind het super leuk om te doen. En ik heb het idee dat jullie het ook allemaal nog leuk vinden. Ik bedoel, ik krijg alleen nog maar abonnees bij en dat is gewoon echt enorm vet. En ik hoop ook dat jullie deze keer weer even een groen duimpje willen achterlaten in de hoop op weer lekker veel likes. En we zitten op dit moment op niveau 34 pas. Wauw. Dat is echt best wel hoog nog. Ik vind het wel fijn om een extra mind te hebben. Dat is in principe niet verkeerd. Maar in ieder geval, wat heb ik vandaag op school gedaan? Vandaag had ik het eerste vrij. Ik weet niet of jullie het nog weten. Ik weet niet of jullie allemaal Survivor Island kijken. Voor de mensen die dat wel doen, dan weten jullie het nog wel. Woensdag had ik een Survivor Island video geüpload waarbij ik zei dat ik het 8e op school moest blijven. Dat heeft dus mee te maken omdat ons rooster is veranderd. We hebben woensdag 2 uur erbij en vrijdag 1 uur eraf. En vandaag is het vrijdag. Fuck yeah, weekend. En dat betekent dat ik vandaag het eerste vrij had. Wat best wel nice was, want ik kon dus even lekker uitslapen. Nou ja, uitslapen is het niet zozeer, maar ik kon langer blijven liggen. Uitslapen doe ik alleen in het weekend. En even over het weekend gesproken. Morgen om 2 uur komt er weer een hele... Ik denk dat jullie het heel leuk vinden. Oké, ik zeg gewoon een nieuwe ene vlog op Doe Maar Gamen. Fuck yeah, er komt weer een nieuwe vlog. De vorige keer hebben we de 2000 likes gehaald. Dat betekent dus dat er een nieuwe mag komen. Want ik zag gisteren 2000 likes. En dat betekent dus dat er vandaag weer een... Of nee, morgen weer een nieuwe... Ede vlog opkomt en hij wordt echt leuk. Ik heb veel moeite ingestoken, veel bewerkt, echt urenlang. Maar jullie zijn bazen, dus jullie verdienen het. En ik denk dat jullie hem pittig vet gaan vinden. Ik denk dat jullie hem... Oké, mijn mic doet het. Dat wil ik soms even checken. Ik ben deze mic dus niet gewend. En ik weet dus niet of hij het doet en zo. Of hij het blijft doen, of dat hij... Ik heb geen idee. Maar hij doet het gewoon nog, dus dat is belangrijk. Maar dat is dus even mijn vraag aan jullie. Ik hoop dat jullie hier beneden kunnen laten weten in de comments. Holy shit, is dat slim geweest? Ik denk het niet. Nou ja, weet je, nooit verkeerd om wat extra sterren te hebben. Oh ja, en ik kreeg ook de reactie in de vorige video.
Oh my god, joh, wat is je huis lelijk? Dat moet je toch echt gaan veranderen. Toen zei ik zo van, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, dat ga ik doen. Niet deze video, want dit is even een... ik wil een beetje afwisselend houden. Een beetje bouwen, een beetje minen. En er was ook iemand die zei dat ik een XP farm moet maken. Met andere woorden, moet nog heel veel doen. Die had vanmorgen maar even gaan beginnen aan een nieuw huisje. Dit is dus ook alweer een probleem. Dat is ook weer zo problematisch. Dat is ook weer een duur woord. Problematisch. 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 Maar nee, ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik deze video voor jullie maak. Ik weet niet hoe lang die wordt, 15 à 20 minuten denk ik. Omdat het weekend is, heb ik lekker de tijd om een video voor jullie te maken. Dat is leuk. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik dit voor jullie doe. Laat het hier beneden weten in de comments. Of jullie Survivor Island nog steeds leuk vinden. En de favoriete serie van heel veel mensen is nog steeds Survivor Island. Of Tekkit hoor ik heel vaak. Voornamelijk Survivor Island hoor ik veel. En dat vind ik super leuk. Ik bedoel, dat is ook mijn favoriete serie, Survivor Island. En ik meen het echt. Ik heb elke dag, verheug ik me ochtends al gewoon weer erop van, ah lekker, vanavond weer. Als ik uit school kom, ga ik weer lekker op vanavond. Ga ik weer lekker Survivor Island opnemen. Super veel zin in. Even over school gesproken en 's avonds. Het is dus zo dat ik woensdag in het donker naar school ga en in het donker weer terugkom. Dat is zo retarded gewoon. Dat is echt totaal niet wat ik leuk vind. Ik hoor jullie nu denken, ja, maar op school hoeft toch ook niet altijd leuk te zijn. Nee, dat weet ik ook wel. Maar het is gewoon, ik weet niet. Het is, nee. Ziet dit er vet uit zo? Ik weet echt niet wat ik nu aan het doen ben, eerlijk gezegd. Ik heb het idee dat ik hem zo wel vetter maak. Zal ik het zo even houden? Ik heb het idee dat dit er wel vet uitziet zo. Dat is iets inlopender, om het even zo te zeggen. Dat ziet er wat mooier uit. Even dit weghalen zo. Dit even erop zetten. Zo. En zo. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben, mensen. Voor de mensen die nu denken, joh, wat ben je aan het doen? Nou, ik vind dit... oh, kut. Het kan niet. Zo. Ah, ik doe het met mijn pickaxe. Dat is niet zo handig. Zo. Ja, dit ziet er naar mijn mening wel te doen uit. Als jullie denken dat het niet mooi staat, die beneden weten in de comments. Dan haal ik het gewoon weer weg. Weet je, is voor mij geen probleem. Maar het is gewoon even een probeersel. Soort van. Ja, ik laat het gewoon even zo. Ik vind het er wel leuk uitzien. Misschien kan ik hier nog wat sters doen zo. Zo. Ja, ik vind het wel vet eerlijk gezegd. Nee, dit moet weg. Zo. Ik vind het er een stuk, hoe zeg je dat? Een stuk customizer eruit. Dat je zeg maar echt het idee hebt dat je ergens bent, om het even zo te zeggen. Dat het niet zo gangetjes alleen die naar beneden gaan. Maar dat je ook echt zeg maar een beetje structuur erin hebt. Ik weet niet waarom ik allemaal van die dure woorden gebruik. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik hoop in ieder geval dat we deze episode iets van diamonds kunnen vinden. Dat zou ik in principe heel erg chill vinden. Want, ja weet je, meestal als ik bijvoorbeeld besluit om in een video diamonds te gaan zoeken, dan wil ik ook echt diamonds vinden. Als ik dan geen diamonds vind, dan vind ik jammer. Dan ja, ik weet niet. Ik vind als ik bijvoorbeeld besluit om in een video een pufferfish te vangen, dan wil ik ook echt, dan ga ik ook echt net zo lang door dat ik een pufferfish heb. Dat wil ik dus ook doen met diamonds vandaag. Ik wil gewoon diamonds. Dat is mijn objective voor deze video en ik hoop dat het mij gaat lukken. En, oh ja, trouwens, hebben jullie trouwens nog leuke ideeën voor dingen die ik op kan nemen voor Doe Maar Game? Ik speel heel veel Minecraft. Het mag van mijn part ook Minecraft zijn. Als jullie nog dingen denken van, oh Job, dat is echt leuk om gewoon eenmalig te doen. Of om gewoon een minigame, een bepaalde minigame kan het zijn. Over minigames gewoon, er komt een hele grappige serie aan. Dat is een serie met typetjes. En die moet nog online komen. En dat is waarschijnlijk zondag om 2 uur. Dat weet ik nog niet zeker. Ik weet niet of jullie het opvalt. Maar om 2 uur in weekenden. Dus dan moeten jullie denken aan zaterdag en zondag. Die 2 dagen is er eigenlijk altijd om 2 uur een bewerkte en heel veel werk ingestoken video komt er dan online. Dat heb ik gewoon iets met 2 uur. Dat vind ik een hele standaard tijd. Dat heb ik echt altijd het gevoel van nu moet ik echt iets explosiefs erin gooien. Nou, wat morgen dus zo Edevlog is die jullie allemaal tof vinden. En dan zou dat overmorgen misschien wel een challenge video worden of zo. Ik weet het niet. Jullie zullen het zien. Ik weet al een klein beetje wat er online gaat komen. Tenminste, ik heb een flauw vermoeden. Maar ik weet nog niet zeker of dat het wordt. Maar weet je, je moet nog even nadenken. Ik heb een plastic smaak in mijn mond. Omdat ding net nieuw is. En ik hijg dat plastic. Adem ik een beetje in. En dat merk ik. Dat is beetje apart. Maar nee. Laat hier beneden dus even weten over de Miek. Persoonlijk. Ik kan wel een mening proberen. Maar dat weet ik niet. Die Miek. Die is fijn. Alleen als je daar het geluid heel hard van zet met je headset, dan hoor je een beetje ruis.
Deze is fijn, alleen ik heb het idee dat je mijn stem iets harder hoort. Maar ja, dan moet je het geluid wat zachter zetten, denk ik. Ik heb geen idee. Weet je, ik laat het aan jullie over. Ik ga gewoon, als deze video eenmaal online is, ga ik gewoon om 19:30 of 20:00... ga ik gewoon eens even kijken waar de meeste reacties... ga niet spammen, maar zeg het gewoon even. Ga ik gewoon even kijken wat de meesten erover gezegd hebben. Als de meerderheid zegt van de andere mic was beter, pak dan. Als de meerderheid zegt van, ah joh, deze mic is echt nice. Ik vind het echt mooie kwaliteit. Ik kan er echt van genieten. Dan hou ik deze. Maar het is echt, het gaat... Wees eerlijk, je hoeft niet bang te zijn dat ik het erg vind of zo, omdat... Ja, dat interesseert mij niet, weet je. Het gaat mij erom dat jullie de optimale... dat jullie het optimaal geluid hebben. En niet dat jullie tegen mij liegen, omdat jullie... Niet eerlijk, gewoon eerlijk zeggen. Mij interesseert het echt niet. Het gaat mij er gewoon om dat ik de beste mic gebruik die ik te bieden aan jullie heb op dit moment. En dat is dan of deze, of het is die andere. Kut. Kijk, dit is dus goed kut. Zo, dan moeten we ervoor kiezen, denk ik. Om hier zo verder te gaan. Oh, zit al bedrock. Dat verklaart veel. We zitten dus nu gewoon al op bedrock. Dus dan hoeven we alleen maar tot hier. En dan kunnen we hier zo stairs doen. En trouwens, voor de mensen die nu denken... Job, je bent al best wel lang bezig en nog steeds geen diamonds. Dat klopt, maar ik heb wel een mine. En ja, minen is fijn. Dat weet fijn. Het lijkt alsof het rijmt, maar eigenlijk rijmt het gewoon helemaal niet. En ik weet niet of ik dit weekend nog een livestream ga doen. Of dat ik er al eentje heb gedaan op dit moment. Ik heb geen idee hoe het gaat zitten. Misschien zondag weer, misschien niet. Ik heb geen idee. Ik kijk het even aan. In ieder geval zou het leuk zijn. Dat motiveert mij dus heel erg. Die duimpjes op de Survive Island video's motiveert mij heel erg. Dus als je nou mij echt ertoe wil leiden om te gaan livestreamen, dan even een like achterlaten. En als jullie deze mic nou minder mooi vinden, ga dan niet disliken. Maar laat het gewoon weten in de comments. Dat zegt mij genoeg. Als ik gewoon... Ik lees echt alle reacties, geloof het of niet. Ook al zijn er 800 reacties. Ik lees ze allemaal. En ik ga gewoon eens even... desnoods hou ik het gewoon bij. Ik ga gewoon kijken welke mic jullie allemaal het mooist vinden. En die blijf ik gewoon gebruiken. Zo simpel is het. Weet je, mij maakt het niet uit. Ik wil gewoon dat jullie kunnen genieten van het geluid. En dat kan wel op één manier. En dat is door te weten welk geluid jullie het mooist vinden. Deze is dus iets... ja, hoe kan je dat nou zeggen? Deze is iets minder ruis. En iets, dan heb je meer het idee dat ik naast je sta, om het even zo te zeggen. En bij die heb je echt het idee dat het van tevoren is opgenomen. Wat dus ook zo is. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Het is een beetje moeilijk uit te leggen wat ik mee bedoel. Maar ik laat de meeste mensen of de YouTubers onder mij het wel begrijpen wat ik bedoel. En misschien zijn er ook wel andere mensen die het begrijpen. Maar dat weet ik niet. Zo, ik gooi even wat cobblestone weg. En even wat stairs zo. Beetje zonde, maar ja, weet je. Ik bedoel... je moet toch wat, hè? Je moet toch wat. Ik ga niet de hele tijd met cobblestone op zak lopen. Want cobblestone op zak, dat moet niet hebben. Nou, heb ik vandaag wat meegemaakt op school? Eigenlijk heb ik niks meegemaakt. Ik heb vandaag eigenlijk gewoon gewoon les gehad. Biologie heb ik gehad, Engels heb ik gehad. En Engels is toch wel een van mijn favoriete vakken op school. Gewoon om het feit. Of nou, eigenlijk biologie. Want ik vind biologie, dat is toch echt wel een vak dat mij interesseert. Ik vind het leuk om te horen dat het allemaal in elkaar zit. Oh ja, en vandaag hadden we bij Engels, kregen we een formulier en dan moest je invullen. Dus geloof, ik weet niet wat het was, maar je moest in ieder geval iets invullen. Je moest twee vakken mocht je een vinkje bijzetten. En die twee vakken ging je iets mee doen. Nou, ik en Ismael zijn dus hele goede vrienden. We zitten ook altijd bij elkaar in de klas. En wij mochten dus zeggen welke wij bouwden. En dan had je dus, kijk, we konden kiezen entertainment. Wat ik dus nu ook voor jullie doe. Ik entertain jullie met video's. En ICT, dat waren twee speciale vakken. Dus ik dacht eigenlijk gelijk zo van... ICT en entertainment. Zeker weten, ben ik goed in, ga ik doen. Maar toen ik beter nadacht, dacht ik, wacht eens even. Dan kan ik eigenlijk beter wat kiezen waar ik niet goed in ben, zodat ik er wat van kan leren, dan dat ik iets kies wat ik heel goed in ben. Want ik weet wel wat het is als je ICT gaat kiezen. Ik heb namelijk ook ICT gewoon les, zeg maar. ICT heb ik ook als les. En oh my god, dan moet je zo'n website maken met webklik. En dan zit ik echt met zo'n facepalm van, ik maak al echt websites voor... een heel groot publiek en dan moet ik zo'n webklik-website maken. Damn son, weet je wel. Dat is zo frustrerend. Dus ik dacht, nou, toen hebben ik en Ismael hebben gekozen voor schoonheid en verzorging. En voor welzijn, gezond en welzijn. En daarna heb ik dus van een aantal mensen gehoord dat dus te maken heeft met dieet en met uiterlijk. Job de schoonheidsspecialist. Oh my god. Dus als dat zo is, dat wij zo meteen dus bijvoorbeeld zo'n paspop moeten gaan opmaken of zo. Nou, ik weet bij wijze van spreken niet of de lippen zitten op de ogen of op de lippen moet, weet je wel. Ik heb echt geen verstand van make-up. Ik heb daar echt, ik weet niet. Nee, dat ben ik niet zo fan van make-up. Dat is ook wel logisch, hè, want ja, ik ben een jongen en zo, dus dan hoef je ook geen verstand te hebben van make-up. Maar laat het beneden even weten in de comments. Zorg en welzijn, is het? Verzorging en welzijn of zo, ik weet het zelf niet eens meer. En iets met... zorg en welzijn en gezond en... Nee, gezond en welzijn en verzorging. Verzorging, dat is toch ook een... Ja, ik ken het natuurlijk wel van die kindershow. Bijvoorbeeld Net Survival Kids, dat ze dan zo'n babyborn meekrijgen. Nou, dat gaat dus sowieso al niet goed komen. En what the fuck heb ik...
Oh my god, dat is zo skeer. En het idee dat hier dus gewoon één blokje diamond in zou kunnen zitten. Nope, er zit geen blokje diamond in. Oké, we maken er gewoon bij wijze van spreken een hele kamer van. Oeh, jammer. Ik weet niet. Ik kreeg opeens een soort van diamond kick terwijl het goud was. Ik ga echt even al my shizzle dumpen. Oh, what the fuck? Wat? Dumpen? Of toch niet? Wat? Wat? Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ik word hier zo... Ik zal mijn silk touch pickaxe erbij pakken. Ja, ik pak hem wel met mijn silk touch. Hoppakee, hoeveel? 4 diamond. Als we dat wegmijnen met fortune 3, hè, dan kunnen we er misschien wel 10 diamond uithalen. Magnifiek. Nou, ik ga even wat in mijn dagboek schrijven. Ja, die aarde duurt zo lang, hè. Als we nou zo meteen bij dag 100 zijn. Maar dag 100 wil ik wel wat speciaals doen. Dat vind ik wel eigenlijk. Dag 73. Ja. Vandaag ben ik begonnen aan een nieuwe mine vlakbij... Is dat aan elkaar? Ja. Bij mijn wheat farm. In die mine ben ik een tijdje bezig geweest. En heb ik 4 diamonds kunnen wegminen met mijn silk. Oh, moet ik er natuurlijk wel gewoon een silk touch pickaxe. Nou mensen, dankjewel voor het kijken. Laat hier beneden weten in de comments welke microfoon ik voortaan moet gebruiken. Maakt mij helemaal niet uit. Wees lekker eerlijk. Laat even een duimpje achter voor meer Survival Island. En als jij de volgende episode in het boekencafé wil, net zoals Jordi, dan dank jullie voor het kijken. En ja, morgen om 2 uur dus weer een nieuwe vlogvideo beneden. Wordt super vet. Dus ik weet niet waarom ik zo raar praat. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik zeg later.